Hoi, ik ben Pepijn van Runners Talk en in deze video deel ik mijn ervaring over deze hardloopschoen van Hoka, de Carbon X2. De Carbon X2 is een echte allemansvriend en in deze video leg ik je uit waarom. Maar goed, laten we eerst eens kijken naar deze hardloopschoen van Hoka, de Carbon X2. Dit carbonmodel van Hoka is onlosmakelijk verbonden met de Amerikaanse ultrahardloper Jim Walsley. Hij is de wereldrecordhouder op de 50 mijl en samen met Hoka heeft hij dit model ontwikkeld. Je kunt dus wel zeggen dat dit een hardloopschoen is, echt voor de lange afstanden, voor de ultralange afstanden. Maar goed, laten we eerst eens even kijken naar de specificaties van deze hardloopschoen van Hoka, de Carbon X2. Hoka Carbon X2 kost €180 en is een neutrale hardloopschoen. De schoen heeft een drop van 5 mm en in mijn maat, maat 43, weegt die zo'n 245 gram. Wat ik al eerder zei, deze schoen is echt ontwikkeld voor de lange afstanden. Dus je halve marathon, je hele marathon of zelfs de ultramarathon. Kijk naar deze Carbon X2, dan is opvallend dat deze hardloopschoen comfortabel en zacht is. Want dat is bij de meeste carbonplaat hardloopschoenen toch een beetje anders. Die zijn toch wat spartaanser. En verder is opvallend, als je naar deze hardloopschoen kijkt, de inkeping in de tong. De tong is overigens vrij dun. Maar door die inkeping valt die tong heel netjes bijvoorbeeld over je pees heen. En aan de achterkant zit een soort uitstulping. Ik noem het zelf een soort duivenstaart. En dat heeft Hoka ontwikkeld om heel veel zachtheid en demping te geven in de hiel. En ook zeker hielranders zullen dat denk ik wel waarderen. Verder is opvallend als je naar deze hardloopschoen kijkt, dat die verder wel een beetje echt bedoeld is om te racen. Dat zie je bijvoorbeeld aan de mesh. Die is heel stretchy en dun. En de schoen, toen ik hem voor het eerst aantrok, is relatief smal. En hij voelt ook wel strak aan. Dus hij voelt wel aan als een echte wedstrijdschoen. Verder is opvallend aan deze hardloopschoen dat de carbonplaat redelijk dicht tegen de midsole is geplaatst. En dat heeft als voordeel dat de schoen echt heel stabiel is. En ook dat is natuurlijk een voordeel. Want bij de andere modellen of andere carbon hardloopschoenen is dat vaak niet het geval. En daardoor is de schoen gewoon minder stabiel. Kijkt verder naar deze hardloopschoen, dan is heel opvallend dat hij aan de teen een extreme afronding heeft en ook aan de hiel een afronding heeft. En dat maakt als je deze hardloopschoen neerzet, dat hij vooral contact heeft met de middengedeelte van de schoen. Het is een zogenaamde midlander. Wat was mijn gevoel bij deze hardloopschoen? Ik moet zeggen dat meestal moet je hardloopschoen een beetje inlopen, moet je een beetje wennen. Maar bij deze hardloopschoen had ik dat eigenlijk helemaal niet. Ik trok hem aan en hij was prima. En ik moet zeggen, ik heb deze schoen nu 2 weken getest. En ik kan niet anders zeggen dan dat tijdens het hardlopen ik nergens problemen heb gehad. Het voelde gewoon super aangenaam, het voelde zacht, het comfortabel. Sterker nog, ik denk dat deze hardloopschoen, hoe meer kilometers je er eigenlijk op gaat lopen, hoe prettiger die wordt. En een voordeel is denk ik ook dat deze hardloopschoen bedoeld is voor de lange afstanden. Dus dat die langer meegaat dan de 300-400 kilometer die een gemiddelde carbonplaat hardloopschoen meegaat. Of dat echt zo is, dat weet ik nog niet, want ik heb deze schoen 2 weken getest. Maar goed, in een latere review kan ik daar eventueel eens op terugkomen. Feit is in ieder geval vooral dat ik eigenlijk geen echte nadelen aan deze hardloopschoen heb kunnen ontdekken. Hooguit misschien de buitenzool, dat die misschien wat snel slijt. Omdat Hoka wel bekend staat dat hun buitenzolen niet super extreem lang meegaan. Maar goed, dat zou ik eens moeten ondervinden en mogelijk kom ik daarop terug tijdens een test. Kijk naar deze hardloopschoen, dan denk ik dat die vooral bedoeld is voor mensen die
nou ja, op zoek zijn naar een carbonplaat hardloopschoen. En die wat minder gericht zijn op snelheid en wat meer gericht zijn op ja, comfortabelheid en zachtheid. Want ja, deze schoen is comfortabel en zacht. En nou ja, daarmee onderscheidt hij zich ook van de andere carbon hardloopschoenen. Omdat die meestal ja, gewoon wat Spartaanse zijn. En zoals ik al eerder zei, ja, zowel de voorvoetlanders als de midlanders als de heellanders zullen prima uit de voeten kunnen met deze hardloopschoen. En dat alles maakt dat deze Carbon X2 een echte allemansvriend is. Vond je deze video leuk? Kijk dan ook eens naar mijn andere reviews. Bijvoorbeeld over de Asics Nimbus 23. Deze schoen is populair onder heel veel hardlopers en mogelijk is het ook een schoen voor jou. En verder kun je ook eens kijken naar mijn playlist over hardlopen. Ik heb daarin 84 films en documentaires voor je verzameld, bedoeld om je te inspireren. En ik zou zeggen, keep on running.